Hey, lieve vriendjes, hoe is het daar? Hier is het. Want het zonnetje schijnt. En ik ben minder ziek dan ik al was. Het gaat een stukje beter met ome Jan. En daar word ik vrolijk van. En dat ruimt. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we even kijken. Ach, hemeltje. Pringles. Nou, ik vind Pringles geen chips. Ik ben een ouderwetse man, ik ben conservatief. Ik vind dat chips gesneden moet zijn van aardappelen. En niet gedrukt van aardappelprut. Ik vind dat je de vorm van een aardappel in een chipje moet zien. Dat je nog van die knoesten erin moet zien, van die zwart gebrande stukjes. Dat is chips. Dan hebben we het over aardappelschijfjes, dun gefrituurd. En niet van die fabriekmatig in elkaar geplemde, zelfde vorm troep. Zo, pittig. Dat gezegd hebbende, zal ik ook maar gelijk verklaren dat mijn lievelingschips chips naturel is. Chips met zout. Ik vind chips met verschillende smaakjes niet interessant. Ik geef het eerlijk toe. Het is een beetje saai. Ik hou niet van speciaal bier. Ik hou niet van speciaal chips. Ik hou eigenlijk gewoon niet zo van heel speciaal. Ik ben eigenlijk ronduit saai. Nou, dat weten we dan ook weer. Dus we hebben hier de originals met zout. Ja, die zou ik dan per direct het lekkerste moeten vinden. Maar ik ga er open in deze review. Hier hebben we sour cream en onion. Heerlijk man, zure romenuien. Wie wil dat nou niet? Oh, hot en spicy. Heb ik nooit wat mee. En gewoon paprika. Laten we even proeven. Om het even eerlijk te doen, begin ik dus gewoon met zout, paprika, zure crème, uitjes en veel tijd. Ja, want ik kan hier wel mee beginnen, maar dan proef ik de rest allemaal niet meer. Gaat-ie. En wat mij eigenlijk nog wel het meest irriteert, is dat ze allemaal hetzelfde zijn. Oh, wat heb ik daar een hekel aan. Allemaal hetzelfde chippy. En wat ik me nou afvraag, hè. Ik denk, als je al deze chippies in een zak gooit, dat het nog minder is dan een gewone zak chips. Dit is dus de chip. Die hoef ik één keer te laten zien, want ze zien er allemaal hetzelfde uit. De aardappels worden daar gewoon tot stront vermalen. Oh, een schoot een stukje in mijn mond. Dan worden er kruiden bij gegooid. Dan worden ze gestanst. En op een stapeltje in zo'n koker gegooid. En dan verkopen ze het voor veel te veel geld. Ja, niet mijn product. Proeven. Het is gewoon en zouten chips. Ik vind de structuur van Pringles niet fijn. Maar dat is misschien gewoon psychisch. Daar hou ik niet van. Maar aan de andere kant, mocht je het met een sausje eten, kan je het wel zo lekker opscheppen. Ja, probeer toch echt de positieve kanten ervan in te zien, hè, van het leven. Zouten chips, kan je niet verpesten. Nou, volgens mij lukt dat Pringles aardig. Want ik vind ze niet zout genoeg. En ik vind de Pringles smaak, als dat al bestaat, overheersend. Dus ik wil gewoon een dun aardappelschijfje gefrituurd met een zout erop. En dan denk ik, lekker. Als ik deze in mijn mond stop, heb ik dat gevoel niet. Nou, dat is een lekker begin. Mijn lievelingschipje zal niet te binkeren. Bunkeren. Bikken. Paprika. Godverdomme. Nou, ze hebben dus gewoon weer stapels van dezelfde chips. Alleen dit keer zien ze wat meer rood van het paprika poeder. Even proeven. Ja. Ah. De paprika chips van Pringles is wel op smaak. Waar de zoute chips niet zout genoeg is, smaakt dit gewoon full pool naar paprika. Is het lekker? Paprika chips is prima lekker, omdat het een beetje pittig is. Als ze een beetje gerookte paprika poeder gebruiken, en dan denk ik dat ze dat hier hebben gedaan, ja, dat staat er dus niet bij, dan is het net even lekkerder. Ondanks dat het echt Pringles is, qua bijtsensatie, zeg maar, is de smaak van hun paprika chips prima. Sour cream onion. Nog nooit gegeten.
zure room met ui. Kijk, dat hebben ze heel leuk uitgebeeld ook. Hè. Maar ik word niet echt bokkig van de smaak zure room ui. Tot nu toe. Maar ja, you never know. Ja, het is gewoon een verrassing. Hè, want ik ken het niet. Laten we gewoon maar proberen. Goh, je verwacht het niet. Maar het is weer dezelfde chips. Dit keer is het een hele witte chips. En ruikt het muf naar wel gadverdamme. Als zo zure room een ui smaakt, dan hoef ik nooit meer mijn hele leven zure room een ui. Want het smaakt meer naar alsof je met je tong langs een heel oud salontafeltje gaat zo. Hoe krijg je het voor elkaar om chips te laten smaken naar het likken van een oud hout zondaveltje? Knap, maar wel smerig. Het is ook niet in de verste verte een lekkere smaak. Het is ook niet zo'n heftige smaak. Maar het heeft een soort hele muffe lucht in je neus laten achter. Als ik de directeur van Pringles was, een van de lul van marketing kwam aan van, hé, hey, ik heb een nieuwe smaak bedacht. Zure room met ui. Had ik al gelijk gezegd, nou, lijkt me niks. Maar als hij dat toch had doorgevoerd en iemand kwam met een proefchipje en dat was dit, dan zei ik, dat is gek. Wat een rare smaak. Dat ik net over met je tong over een oud salontafeltje gaat. Nou, zoals overal en nergens moet er ook een hele hete bij zitten. Want mensen vinden het grappig om hun bek te branden of een andere hun bek te laten branden. Moet je nou eens even kijken, de vlammen staan erop. Hot en spicy. Wat, in mijn ogen betekent dat ik ga zeggen, gadverdikke moet het nou zo heet. Oh, jeetje, hetzelfde vorm chipje. Ik hou er niet van. Komt die hot en spicy. Er gebeurt in mijn mondje niks. Zou het beter in plaats van hot en spicy, not spicy kunnen noemen? Het is helemaal niet hot of spicy. Ja. Heel ver weg achter in je mond doet het een heel klein beetje prikkie prikkie. Maar als dit hot en spicy is, dan ben ik ook hot en spicy. Ook bij deze smaak Pringles heb ik het gevoel dat het niet echt goed is uitgewerkt. Net als bij deze smerige smaak. Het is niks. Ah, nu begint het een beetje te branden. Nu. Maar ook niet echt interessant of hevig. Er zit eigenlijk heel weinig smaak in. Tijd voor de cijfertjes. Daar kunnen we heel erg kort over zijn. Pringles score niet goed bij mij. Maar dat was eigenlijk al bekend voordat we begonnen. Omdat ik het een verschrikkelijk concept vind. Enfin. Even husselen naar smaak. De paprika Pringles zijn het beste. Ze zijn namelijk gewoon op smaak. Smaken naar paprika chips. En het probleem van de Pringle wordt een beetje opgeheven door de smaak. Want deze zijn gewoon gelukt. Die zijn gewoon een 7. Niet vervelend doen, Jan. Niet zeuren dat het in een kokertje zit en alleen maar dezelfde chipjes heeft. Deze zijn gewoon goed als je toch nodig vindt om dit soort chips te eten. Pak deze, dat is een 7. We kelderen gelijk, want de naturel chips, gewoon zoutchips, die krijgt een 5. Die zit al in de onvoldoende. Waarom, Jan? Nou, ze zijn niet zout genoeg. Het is die muffe aardappelprut met te weinig zout. Gooi er dan in ieder geval genoeg zout op, zou ik zeggen. Ik bedoel, hoe moeilijk is dat? Dan beginnen we nu aan de moeilijke smaakjes. Pringles dacht, leuk, we doen ook een echt lekkere hot en spicy. Nou, zo hot en spicy is hij niet. Hij brandt een beetje ergens op je tong. Maar dat is er ook alle sensatie die je ervan krijgt. Er zit gewoon geen smaak aan. Behalve dan dat het ergens een beetje op je tong prikt. Totaal wanproduct. Gewoon een 4. Niet doen, niet bakken. Helemaal niet nodig. De smaak die nooit had gemaakt mogen worden is de sour cream and onion. Sour cream and onion smaakt naar het likken van een hout salontafeltje van grootmoeder. Ik denk niet dat een smaak is waar heel veel mensen op zitten te wachten. Ik zou zeggen, dit is gewoon gore meuk. Het is muf.
Het is bitter. En dan heb je ook nog dat gesodemieter dat elk chipje hetzelfde is en niet zo vervelend kokertje zit. Deze krijgt van mij gewoon een 3. Ja, ja, ik zeg het gewoon. Goed, dat waren de Pringles. Ik zou zeggen, als je chips wil eten, eet gewoon chips. Gewoon in een zak chips. Gewoon met een aardappel die in stukjes in een frituur zijn gesodemieterd. Dit is zo'n ongelooflijke onzin. Een beetje onzin.